Ik wilde gewoon weg van mijn moeder. Ik wilde gewoon laten zien dat ik echt zelfstandig ben. Mijn naam is Otma Martine. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben geboren op Curaçao. Opgegroeid in Sint Maarten en nu woon ik in Haarlem. Voordat ik hier kwam, dacht ik, het gaat echt het beste jaar van mijn leven zijn. Totdat ik hier kwam. Ik heb geen vrienden. Ik ben super verlegen, maar ik had wel mijn telefoon, dus ik kon wel praten met mijn moeder en mijn zus en mijn vrienden. Dus als we geen telefoons en social media en zo hadden, dan zou ik wel denk ik nog steeds daar blijven. Door dans heb ik een soort van confidence gekregen. Je vergeet gewoon waar je bent en je bent gewoon echt in een moment. Ik heb dat nooit ergens anders gevoeld. Ik ben nu zoveel beter geworden qua persoonlijkheid. Daarom ben ik echt heel blij dat ik dans heb gekregen. Ik moest dat gewoon in mezelf vinden, maar er moet gewoon iemand zijn die zegt, ik weet dat je dit kan. Dus daarom wil ik die tussenpersoon zijn om gewoon de juiste mensen een soort van kans en push te geven. Als ik les geef, gebruik ik mijn telefoon, Instant Martin. Ik zit volgens mij 5 uurtjes eerder. Dus dan is het gewoon dat ik iets opneem en dan stuur ik die tutorials aan hen. Hey guys, dus we gaan even door gewoon met Gloria van Vee, die we vorige week al deden. 1 en 2. Dus ja, a flower became a rose. Dat is een switch wat ik gewoon echt heel veel mensen wil geven. Echt met haar.